your sweet loot inside. Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure. En alle mensen van Touch Game Nation, welkom bij Hearthstone. We gaan Hearthstone spelen. En zoals jullie zien, hier in het midden, Solo Adventures. Het is nu dinsdagavond rond 8:30 en ik heb dus nu net de patch gedownload. We gaan eens even kijken wat we gaan verwachten, wat we kunnen verwachten. Ik heb natuurlijk even heel snel twee tellen gespeakt. Natuurlijk. Dit is practice mode, zoals we het eigenlijk gewend zijn, alleen die is dus hierin gegooid. En hier heb je Normal Class Challenge. Unlocked by completing a wing in Normal Mode. 9 Noxramas bosses have a special class challenge after you defeat them in Normal Mode. Crush each one to earn a card. And hero is Kel'Thuzad has dramatically improved his dungeon and is ready for round 2. Heroic is very difficult and is not for the faint of death. Oh jezus jongens. Ik zit nog geen 2 minuten in de video en ik heb echt nu alweer trillende handjes en echt zo'n Noxramas gevoel die ik had toen ik World of Warcraft speelde. Dus ik ben benieuwd. Wat kunnen we hier verwachten? Even kijken. Wat kun je hier zien? Arcanet Quarter. Rewards. Oh, dit zijn de kaarten waar ik het over had. Dus dan is dan Stone Skin. Unstable. Ja, deze heb ik natuurlijk gisteren heb ik het er met jullie over gehad. En het ziet er best wel cool uit. Wacht. Fugan, maar... Wat is Fugan? Ja, dat is Fugan. Oké, dan is het Frostworm. Dit is die van Katie. Shadow of Noxramas, Echoing Ooze. Oké. Goed, we gaan eens kijken hoe we het gaan regelen. Hoe we dat gaan doen. Hoe we er komen. Ik ben benieuwd. Oké. De eerste. Dat is Haunted Creeper. Okay. Anubricon is one of my finest spider lords. Good luck, interloper. Oh, huh? Anubricon is one of the finest spider lords of the ancient spider kingdom, Ashul Narub. Ashul Narub is geen Noxramas. Goed, gaan we met Shaban of gaan we met... Wacht, hey, deze is vol. Want dat in dat je verder kan of niet? Ik ga even agressief spelen. Ik ga agressief spelen. Getting in the mood. Nou, echt wel. Ik heb hier fucking veel zin in. Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Hoe dat gaat. Thrall versus Anubricon. Anubricon. Welkom to the my bar. Pod. Oh shit. Oké, aangezien ik niet weet wat hij heeft, hou ik het hier maar op. Even kijken. Oké, 30 HP. En... 2, oké. Even kijken. Skinner. Summon a 3-1 Nerubian. Holy shit. Deal 3 damage to your hero. What the fuck? Wat is dat voor OP kaart? Holy shit. Doe normaal. Oké, ik weet dus echt niet wat ik ervan moet verwachten. Dus ik ga er ook niks van verwachten. Oh nee, niet deze. Niet deze. Even kijken. Ja, deze is goed. At the end of the turn, gain 1-1. Deals 3 damage to your hero. To your hero. Dus dat is dan niet naar mij. Ik ga het even veilig spelen. Zo. Ik had eigenlijk eerst aan moeten vallen en dan pas moeten gaan. Ja, dit is niet leuk joh. Dit is echt niet leuk meer. Summon 2. Closer now, tasty morsels. Oh god.
Even kijken, 4 van de 5 mana. Ja. Maar goed, dit is dus Anubrakan. Oh, jezus. Ik ga daarop natuurlijk. Oké. Okay. Even hier. Ik heb het. Ik denk niet dat hij een wapen heeft. Ja, ik houd die wel even bij. Kijk. En at the end of your turn. Oh god. Oh mijn god. Mortal Coil? Het is serieus. Oh. Oké, okay, wat heeft hij? Een Doomhammer. Die? Elements guide. Ja, kijk, dit gaat goed. Ik kan hier echt zo weinig over vertellen, want ik weet gewoon niet hoe ik dit moet zien. Frostbolt. Oh god. Return a random friendly minion to their hand. Oké. Okay. Ik denk dat ik mij even... Oh kut, ik had ook die kunnen doen. Oh, ik heb hem. Maakt niet uit. Kom op. Zo. Death does not scare me. Oh nee. Taunt. Your opponent puts a minion from the deck in the hand. Nerubian egg. Summon een 4-4 Nerubian. Oh, deze. Dit was ook zo'n OP-kaart. Zo. Ja, dit is wel goed. Elements guide. Elements guide. Krijg ik wel even damage bij, maar... Oh, wacht. Wacht, hè? Huh? Kut. Oh, dat is prima. Oh, ik dacht dat het voor mij meer... Wacht. Oh. All enemies destroy... Wat? Wat? Restore 3 health to the hero. Oké. Okay. Oh, dat had ik nog niet eens gezien. Even kijken. Die moet ik even hexen. Denk ik zo. Ja, doe ik wel even. Elements guide me. Prachtig. Heal erbij. Hierbij. Oké. Okay. Death does not scare me. Nog één. Nox Ramos is off. You love my new recipe. Oké. Is goed. Ik denk dat ik hier maar op doe. En nu heeft hij natuurlijk geen effect. Ook kut, maar oké. Okay. Oh, waarom niet? Waarom niet? Oké. Okay. Even kijken hoe ver wij komen met dit. Prachtig. Nerubian Critter. You love my new recipe. Koffie. 2-4.
Waarom zou je dat willen? Die doe ik maar even mezelf. Zo, als het goed is heb ik alles en iedereen gehad. Kijk. Wat is het? Oh, dat is die Haunted Spider. Haunted Creeper. Summon 2 Death Special. Ja, oké. Okay. Maar ik heb hem al. Justice shall prevail. Dus ik ben klaar. Yes! Oké. Okay. Defeat the Grand Widow. We zullen zien. Oh, dit ziet er fucking goed uit. Gewoon qua animatie eromheen. En het spel zelf. En zo, daar zijn we weer. En ja, de servers die lagen eruit en dat soort shit. Deze heb ik dus gekregen. Twee Haunted Creepers. En ik moet zeggen, ik ben er best wel blij mee. Ik zal eens gelijk eens even kijken. Of je ook andere kaarten kan craften. En even kijken. Wat heb ik nieuw? Oh, een Holy Nova. En Heroic Strike. En oké. Okay. Wat hebben we hier dan nog? Oh, Soulbound. Oké. Okay. Maar als je nu hier kijkt. Ben ik nou ook even benieuwd naar. Lord Walker Cho. Netpiggle. Blood Knight PK Hunter. Volgens mij kan je dus geen kaarten craften. Nee, volgens mij niet. Oké, okay, nee, dan weet ik dat. Goed, dan moeten wij dus echt ervoor gaan spelen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze de eerste aflevering van deze Curse of NextRamus leuk? Geef het een groen duimpje, abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende... bij de volgende terug. En dat is tegen... Wie ben jij? Geen idee. In ieder geval tegen haar. Dus bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later.